Ik wil jullie meenemen naar de middag van 15 mei, jongsleden. Ik zat in de auto en ik moest van Friesland naar Rotterdam. Een enorm end door de Flevopolder, op de radio natuurlijk, langs de lijn. Maar daarin het verslag van de Grand Prix van Barcelona. Iedereen weet het ongetwijfeld nog wel. Max Verstappen voorop, Vettel erachter. Die laatste ronde, die enorme spanning of die het zou redden met de banden. En dan die ontlading bij de finish met die prachtige emoties van Jan Lammers. En kort de communicatie te horen vanuit de auto. De baas van Red Bull. Unbelievable Max, unbelievable. En dan dat onderkoelde beleefde antwoord van Verstappen zelf. Thank you Christian. Nou wordt natuurlijk zonder enige twijfel het verslag van Olaf Mol op de televisie legendarisch. Ook onvergetelijk. Maar dankzij Radio 1 heb ik het historische moment van Verstappen mee mogen maken in de auto. Kijk ernaar. Het is echt bijzonder. Dit is na 1 jaar en laten we het afronden. 3 maanden carrière in de Formule 1. De eerste overwinning van Max Verstappen. Wow. Want daar is de laatste bocht en daar is de streep. En daar komt de vuist en hij wint hem. Hij wint hem echt. Wauw. Dit moet niet gebeuren vandaag. Dit had moeten gebeuren in 2018 of zo. Oei, oei, oei. Waanzinnig. Max Verstappen wint en iedereen gaat uit zijn plaat. Wow. En hij zelf ook.